200 jaar geleden. Heban Olla Vogala. 900 jaar geleden werden boeken letter voor letter met de hand geschreven. Dat werd gedaan door monniken. Gewone mensen konden toen niet lezen en schrijven. De boeken waren voor de kerk of voor rechters en wetgevers. En de schrijftaal was Latijn. De taal van de gewone mensen was niet om in te schrijven, maar om in te praten, te zingen en verhalen in te vertellen. Net als nu waren er in Nederland toen verschillende dialecten, maar er was al geen algemene volkstaal die iedereen kon verstaan en spreken. Op een dag in het jaar 1100 probeerde een Vlaamse monnik of zijn ganse veer scherp genoeg was. En hij schreef: Heban alle vogela nestas hagunan hinase ik en de toe, wat unbidan vinu. Dat is een van de oudste geschreven zinnetjes in onze volkstaal. Hebben alle vogels al een nestje gebouwd, behalve jij en ik? Waar wachten wij dan op? Het was een liedje dat iedereen in die tijd wel kende. Hebben alle vogela nestas hagunna, hina se ik en daartoe, wat unbi dan we nu. Hebben alle vogela nestas hagunna, hinase ik en daartoe, wat unbidan we nu. Begrijp jij deze eerste Nederlandse zinnetjes? Ik denk dat het gedichtje is. Is dit een gedicht? Pak meer op een verhaal. Ik denk dat het een gedichtje is dat over de natuur gaat. Waarschijnlijk iets met talent of zo. Nou, ik denk dat het gedichtje gaat over een vogelnestje. Ik denk dat het betekent, we hebben een vogelnest gevonden met eieren. Dit is zeker weten geen Nederlands. Hebben olla, vogala en nestas, die lijken wel een beetje op Nederlands. Hebben vogels nesten? Mijn vader zegt wel eens, ga je nest maar in. Ik denk dat het een liefdesliedje is, omdat alle vogels al een nestje hebben, behalve jij en ik, en dat ze dan samen in een nestje gaan. Elke vogel op al een nestje gebouwd is en dan zegt die man van, nou, waar wachten wij dan nog op? Ga snel, we gaan het snel maken. Ik denk dat hij verliefd was op een andere meisje, een non. En dat hij dan een liefdesgedicht heeft geschreven. Omdat hij echt van diegene houdt en dan kan hij daar alleen maar aan denken en niemand anders. En met een brief of een liedje, dan kan je het meestal uitbeelden dan gewoon zeggen, want dan ga je heel erg met knikkende knieën en zo. Sommige geschiedschrijvers denken dat Heban Olla Vogala een bekend liefdesliedje in die tijd was. Welk liefdeslied van deze tijd kan iedereen wel meezingen? Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verleden is. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Maakt het voor jou uit in welke taal een lied gezongen wordt?